Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video of luistert naar de podcast natuurlijk. Mijn naam is Anja en ik help ondernemende, zelfbewuste vrouwen en mannen natuurlijk ook bij hun persoonlijke groei en bewustwording. Zodat ze inzien dat ze zelf de creator zijn en het leven veel meer zelf kunnen sturen. En wil je nu geen inspirerende video's meer van me missen? Klik dan hieronder op de grote rode knop en abonneer je op mijn kanaal. Vandaag wil ik het met je hebben over je zelfbeeld. Dus wat denk jij eigenlijk over jezelf? Hoe kijk jij naar jezelf en wie zie jij als je in de spiegel kijkt? En ik denk dat dat wel een van de meest impactvolle manieren is eigenlijk om aan je persoonlijke groei en je manifestatieproces te werken natuurlijk. Want je kunt het zo zien. Als jij wordt geboren ben je eigenlijk... ik wil niet zeggen een blanco vel, maar nog weinig last van overtuigingen en conditioneringen. In de eerste 7 jaren van je leven doe je die natuurlijk op door wat je is voorgedaan. Door wat je hebt gezien, door wat je hebt geleerd, door wat je hebt gehoord. Maar ook vooral percepties over jezelf. En stel dat jij vroeger graag naar een feestje wilde gaan met iemand of naar het eindejaarsbal van school en jij vroeg iemand mee en die wilde niet, kun jij zelf de overtuiging hebben aangemeten dat jij niet leuk genoeg bent, maar misschien kon die persoon gewoon echt niet of wat voor reden dan ook. Maar wij zijn heel snel geneigd om ergens een mening over te geven, hè? Want wij als mens zijn natuurlijk ook meaning making machines. Wij geven overal betekenis aan. Maar vaak geven we dus ook betekenis aan iets wat niet op een manier die niet correct is. En zien wij onszelf op een manier die helemaal niet correct is. Want stel je voor dat jij vroeger hebt gehoord dat jij je mond moest houden. Ik noem iets dat je niet mocht praten tijdens het eten of dat je altijd je grote mond moest houden. En misschien heb jij jezelf wel aangeleerd dat jij iemand bent die te aanwezig is. Die te veel praat, die te veel ruimte inneemt. En vervolgens ben je een identiteit gaan ontwikkelen, een zelfbeeld gaan ontwikkelen van iemand die zijn stem of haar stem niet mag laten horen. En daar acteer je vervolgens ook weer naar. Want je kunt je zelfbeeld eigenlijk zien als bepaalde kaders waarbinnen jij groeit. Tot hier en niet verder. Als voorbeeld bijvoorbeeld, je hebt een soort van, je cybernetics, zeg maar, psycho-cybernetics, een soort van thermometer in je systeem zitten, wat ervoor zorgt dat jij altijd, net als in jouw camera de temperatuur, als je die instelt op 19 graden, als het koud is, dan verwarmt de kachel. En als het boven de 19 graden is, dan slaat hij waarschijnlijk uit. Dus het probeert zichzelf te reguleren. En zo gaat dat dus ook bij jou. En dat heb jij vaak zelf niet in de gaten. En dat reguleren begint eigenlijk, of vindt zich plaats rondom jouw zelfbeeld. Jij kunt jezelf dus ook nooit outperformen, zeg maar. Want jij kunt niet meer en niet groter dan dat jij in jouw mind, in jouw zelfbeeld bent. En je zult misschien ook wel herkennen, stel dat jij, ik noem iets, ieder jaar 60.000 euro hebt verdiend, is dat jouw setpoint als het ware, hè? De 19 graden op de thermometer. Maar als je dat heel lang hebt gedaan, kan het best zo zijn dat dat setpoint dat jij in een nieuwe baan of in een bedrijf of in wat dan ook altijd dat soort, of niet dat soort, maar altijd dat bedrag om en nabij zult gaan verdienen. Omdat dat nu eenmaal jouw, je setpoint is. Dus wil jij gaan veranderen, mag je dus eerst je zelfbeeld gaan veranderen. Want jij kunt nooit groter worden dan dat je daadwerkelijk van binnen bent. En dat groter worden kun je doen onder andere door het visualiseren en dergelijke. Maar alleen leren, leer je niks mee. Je mag het dus ook gaan doen, hè? Want leren is de taal van het brein. En het experimenteren, het ervaren,
is de taal van het lichaam. Dus dat samen zorgt ervoor dat jij je zelfbeeld kunt gaan aanpassen en jezelf andere verhalen gaan vertellen. En dat is soms nog wel uitdagend, want bepaalde gedachten hebben een bepaalde emotie. En als jij al jaren en jaren hetzelfde zelfbeeld hebt, dezelfde identiteit, heb jij ook bepaalde emoties waar jij aan gewend bent. En ook dat heeft een bepaald setpoint. En het kan zijn dat jij verslaafd bent, ook al heb je dat zelf niet in de gaten, maar je bent verslaafd aan bepaalde gevoelens. En ik bijvoorbeeld ook een slachtoffergedrag. Hè. Je ziet dat ook wel eens in de omgeving. En dat heeft roept een bepaalde emotie op. En die mensen lijken gewoon de ene na de andere situatie aan te trekken waarin zij zichzelf het slachtoffer kunnen voelen. En dat doen ze natuurlijk onbewust, maar dat heeft ermee te maken, ook al weten ze rationeel gezien dat het slachtoffer zijn, of je een slachtoffer voelen, helemaal niet prettig of fijn is of iets wat ze echt willen. Maar ze zijn zo gewend aan die emotie dat ze zichzelf onbewust natuurlijk gewoon saboteren. En daarom is het ook heel erg goed om inzicht te krijgen in jezelf. En vooral ook met human design, ik merk ook mensen die dus een open mild hebben, die kunnen daar heel erg, dat voelt vertrouwd om je ergens aan vast te kunnen houden. Alleen, vaak zijn dingen niet goed voor jou. En als jij wil veranderen en als jij een andere realiteit voor jezelf wil manifesteren, zul je dus eerst aan de slag mogen gaan met dat zelfbeeld dat je hebt. Dus die persoon die heeft wat jij graag zou willen hebben. Hoe denkt die persoon? Hoe voelt die persoon? En hoe gedraagt die persoon zich? En dan niet alleen ingegeven vanuit een ego, iets wat je denkt te willen, maar echt, wat wil jij vanuit je kern? Wat past wellicht bij jouw human design? Wat past bij echt jouw allerdiepste verlangen? En ben jij nu de persoon die dat voor elkaar kan krijgen? Ben jij ervan overtuigd dat je met jouw huidige identiteit alles kunt krijgen waar jij zo naar verlangt? Of zul je daarvoor moeten veranderen? Zul je daarvoor iedere dag mogen opstaan als die nieuwe zelf, met nieuwe gedragingen, met nieuwe gedachten? En dat hoeft niet meteen ineens heel groots te zijn, maar stel jezelf ook eens de vraag, welke eerste stap zou ik morgen kunnen zetten? Of morgen, nu, welke eerste stap zou ik nu kunnen zetten, waardoor ik eigenlijk mijn pijl als het ware al 1 centimeter uit de richting stuur? Want jij weet ook over 100 meter, over 1 kilometer is die 1% uit de richting inmiddels al heel veel uit de richting. Dus zelfs hele kleine aanpassingen zorgen ervoor dat je kleine dingen wellicht anders gaat doen, gaat manifesteren, wat ervoor zorgt dat jij weer zelfverzekerder wordt, wat er weer voor zorgt dat jij steeds grotere stappen kunt gaan zetten. Maar nogmaals, hoe jij jouzelf ziet, dus echt je zelfbeeld, is van zo'n cruciaal belang. En als je dat nu heel erg interessant vindt, dan heb ik ook een boekentip, Psycho Cybernetics. Hier staat precies in omschreven ook wat ik bedoel. Ik zal de link hieronder ook bijvoegen. Het boek is geschreven door een plastisch chirurg en hij kwam erachter dat na het behandelen, zeg ik dan zo, na het opereren van een aantal mensen, kwam hij erachter dat mensen zichzelf in de spiegel nog steeds zagen zoals voorheen. Want jouw brein ziet in jouw realiteit wat het denkt te gaan zien, wat het verwacht te gaan zien. En zo is het niet alleen met je spiegelbeeld, maar met alles. En wat matcht daarbij? En ook vooral, wat matcht daar niet bij? Dus welke identiteit zou jij kunnen aanmeten om jouw verlangens te gaan manifesteren? Nou, en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, dan help ik je uiteraard graag. En wil je weten op wat voor manier dat kan, vraag gerust hieronder een matchcall aan en dan kijken we daar samen naar. Dus nu bedankt voor het kijken en het luisteren en tot de volgende keer.